Oké, welkom bij het tweede deel uit drie soorten branden. Zoals jullie hopelijk nog weten, in het eerste deel hebben we het gehad over de geventileerde brand, de verschillende problemen die daarbij komen kijken, het feit dat we een brand kunnen tegenkomen die volontwikkeld is, die uitslaand is. Dat is een eerste soort geventileerde brand, een eerste type dat we kunnen tegenkomen. De brand is doorgevorderd tot de volontwikkelde fase en dat is ons probleem. Een tweede probleem dat we kunnen tegenkomen is, we komen iets vroeger aan bij onze brand. Om een of andere reden heeft die brand zich iets trager gemanifesteerd. Of we hebben een brand in een ontwikkelingsfase met zijn rooklaag en daarachter zit nog een tweede brand, een tweede kamer die volontwikkeld is. Dat zijn allemaal dingen die je kan tegenkomen. Dat soort combinaties kan. De brand is begonnen in de slaapkamer. Je kan daar van buiten niet aan. Maar je weet door de achterburen dat het aan het uitslaan is. De brand is uitslaand geworden. En op weg tijdens de binnenaanval kom je in een andere kamer. Een kamer die tussen jou en de brand ligt. En in die kamer is het ook aan branden. De brand heeft zich uitgebreid. En daar is hij in de ontwikkelingsfase. Je kan dus branden hebben in verschillende fases in hetzelfde gebouw op hetzelfde moment. Maar laten we nu eens kijken van hoe gaan we daarmee aan de slag? Wel, opnieuw, net zoals het eerste stuk, zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Want opnieuw, ik ga proberen van een aantal vragen te stellen. Ik wil jullie laten denken. Probeer dat ook aan mee te doen. Stel u actief de vraag van wat zou ik nu antwoorden, wat zou ik nu doen? Schrijf dat ook op. En vergelijk dat dan met hetgeen later in de presentatie verteld wordt. Op die manier ga je echt iets leren. Dat is beter dan gewoon passief te zitten kijken naar een filmpje op YouTube. Nu, dit is een heel oude foto, 1956. En wat zien we hierop? Wel, het is aan het branden en men gooit water van buiten naar binnen. Ja, dit is een defensieve strategie en men is bezig met een buitenaanval. Dat is een manier waarop je een volontwikkelde brand kunt aanpakken. Als de brand dermate groot is dat je binnen niet meer veilig kan optreden, ja, dan moet er gekozen worden voor deze tactiek en dan deze strategie. Dan heel belangrijk, blijf voldoende ver van die muren. Want die muren kunnen omvallen. Als je eronder zit, dan heb je toch nog risico's genomen voor niks. Dus deze mensen hier, die staan eigenlijk te dicht. Waarom neem ik zo'n oude foto? Wel, in die tijd hadden ze dikwijls niet veel andere optie. Zoiets als ademlucht was amper beschikbaar en dan werden er heel veel buitenaanvallen gedaan. Nu, we hebben een evolutie gehad van technologie. Zaken evolueren. Dit is een tekening is het eigenlijk. Het is eigenlijk geen foto, een tekening van Chicago, de brandweer van Chicago, 1912 al met een voorloper van ademluchttoestellen. Ja, en ademlucht laat toe om te kiezen voor een offensieve strategie en voor de binnenaanval als tactiek. We hebben gezien van, ja, herinner u die foto in de eerste presentatie van die mooie rooklaag die er hangt. En op de brandweerschool zijn er oefeninfrastructuren die toelaten van daar een echte rooklaag te creëren. Een van de problemen waarmee wij als brandweer geconfronteerd worden, is die rooklaag. Die rooklaag is niet alleen een reservoir van brandstof, maar is ook een reservoir van energie. Herinner u het begin van de eerste presentatie. En die energie die zit in die rooklaag, die kan zeer warm zijn en die straalt warmte uit naar beneden. Denk aan de pijltjes op die tekening. Stel dat er onder de rooklaag een zetel staat, dan gaat die zetel geleidelijk aan opwarmen door de straling die komt van die rooklaag. En op een bepaald moment gaat die zetel warm genoeg zijn voor pyrolysegassen te creëren. Die gaat dan die rooklaag nog extra voeden met brandbare gassen. Als die rooklaag voldoende warm krijgt, dan kan er al over optreden. Doorheen de rooklaag. En dan kan die zetel ontsteken en vrij snel erachter gaan we flash over krijgen. Het is dus risicovol van onder die rooklaag naar binnen te kruipen. En wat gaan we daaraan doen? We gaan rookgassen koelen. We gaan water naar boven gooien. Wat doet dat water daar? Wel, enerzijds het gaat daar verdampen. Anderzijds, het gaat stoom vormen in die rooklaag. En dat proces gaat helpen om veilig van waar je zit tot aan de brandhaard te komen. Dat is eigenlijk het doel van rookgaskoeling. Dat is veilig vorderen van de binnenpunt, het intredepunt, tot aan het aanvalspunt. Dat je geen problemen krijgt onderweg.
in de afgelopen 20, 30 jaar zijn heel wat brandweermensen omgekomen omdat flashover optreedt tijdens hun vordering. En wij gaan die kans verkleinen door rookgassen te koelen. Dus we willen daardoor een veilige aanvalsweg creëren. En dan een belangrijke evolutie die we de afgelopen jaren gekend hebben. Mensen die 10, 20 jaar bij de brandweer zijn, hebben de intrede meegemaakt van rookgaskoeling onder de vorm van de korte puls, open-dicht, open-dicht. In de afgelopen jaren is het besef gerezen dat lange pulsen beter zijn. Open-dicht. Meestal ga je lange pulsen gebruiken in een gebouw dat brandt. Korte pulsen zijn eigenlijk voor kleine volumes, lage plafonds. Daarvoor ga je korte pulsen gebruiken, maar die komen niet zoveel tegen in de realiteit. Dus lange pulsen, iets meer water om die aanvalsweg te beveiligen. En dan, als we aangekomen zijn op het aanvalspunt, dan moeten we over naar een blussing. En dan gaan we kiezen tussen het zij een directe, het zij een indirecte aanval. Indirect is het gemakkelijkst. Als je een volontwikkelde brand hebt, dan ga je een O draaien. Een beetje een favoriete techniek, een O, twee, misschien drie, om die brand neer te slaan. Is het geen volontwikkelde brand, dan ga je gaan voor een volle straal en ga je water gooien op de brandende oppervlakken. Waarom doen we dat? Wel, herinner u, brandend oppervlak geeft warm. Het heeft warm genoeg om pyrolysegassen te produceren, omdat de temperatuur hoger is dan de pyrolysetemperatuur. Wel, nu gaan wij water gooien op dat brandend oppervlak om de temperatuur van de oppervlak te laten zakken onder de pyrolysedrempel. Als de temperatuur van de brandstof zakt onder de pyrolysedrempel, dan stopt de pyrolyse, worden er geen nieuwe gassen geproduceerd. Denk aan de tekening uit het eerste filmpje. De pijltjes naar boven die stoppen en dan stopt het hele proces. De productie van gasvormige brandstof stopt. Nu, dus we zullen altijd moeten eindigen met een directe aanval. Ook als je een indirecte aanval doet, dan ga je daarna moeten overschakelen naar een volle straal om af te blussen, om overal lokaal te koelen. Nu, we gaan dat eens bekijken in een filmpje. Filmpje van een indirecte aanval. Even kijken. Hier is een ruimte met een zetel die brandt. Het is een mock-up. Het is een ruimte die gemaakt is speciaal voor deze demonstratie. Wat staat daar nog? Nog een zetel, een tweezit en een boekenkast. Een televisie met een kast. Dus er is tamelijk wat brandstof. Misschien iets minder dan in een normale woonkamer, omdat het juist net een mock-up is. Maar er is ook een tapijt bijvoorbeeld. En de brand is aan het groeien. Hè. Kijk, de rollover is volop bezig. Kijk naar de pyrolysegassen hier in die zetel. Die boekenkast is hier al beginnen branden. De pyrolyse van het tapijt. Dat is allemaal goed zichtbaar. En nu ga je die zetel zien ontsteken. Dat is nu net gebeurd. Hetgeen ik net verteld heb, is hier nu te zien in een filmpje. En flashover treedt op, heel die ruimte gaat in brand komen te staan. We bereiken de volontwikkelde fase. Behoorlijk brandvermogen. Laten we eens kijken hoe deze brandweerman daarmee omgaat. Dus er gaat een brandweerman in beeld verschijnen en die gaat de indirecte aanval gebruiken. Laten we eens kijken hoe lang het duurt, hoeveel water hij gebruikt om dat vuur onder controle te brengen. De hele ruimte staat nu lichter laaien. En daar komt de brandweerman. 1-0, 2-0. En hij stopt. Hij kijkt wat er aan de hand. En nog eens 2-0's. Hij stopt. De brand is onder controle. Schakelt over op een volle straal. En hij gaat nu koelen, lokaal koelen, zodat de brand niet terug ontsteekt. Dit heeft zeer kort geduurd en hij is erin geslaagd om met zeer weinig water een zeer intense brand onder controle te brengen. Nu is hij nog steeds bezig met directe aanval om de hete brandstof af te blussen. Als je een indirecte aanval doet en je volgt die niet op met een directe aanval, dan mag je erop rekenen dat 3, 4, 5 minuten later je terug bent aan de beginpositie, namelijk een volontwikkelde brand. Het water dat je op de brandstof gegooid hebt met een indirecte aanval, dat gaat verdampen, dat gaat die vlammen neerslaan. Een heel klein beetje gaat op de brandstof terechtkomen, maar na verloop van tijd verdampt dat. Er komt verse lucht naar binnen en dan zal die brand teruggroeien
en op een bepaald moment terug tot flashover overgaan. Om dat te vermijden moet je de brandstof afkoelen, dat er geen pyrolysegassen meer tevoorschijn komen, dat alles voldoende gekoeld is, zodat je geen herontsteking kunt krijgen. Nu, dit is een vrij artificiële situatie in de zin van, het is een heel open ruimte. Je zou dat kunnen vergelijken met een living waar een zeer groot schuifraam is, dat open staat in de zomer en die brand start op dat moment, dan kun je zoiets krijgen. En dat kan je ook van buiten gaan aanvallen, want nu is hij gemakkelijk op een manier. Hij doet een aanval met perfect zicht. Hij heeft enkel de straling van de vuurhaard, maar niets van boven hem. Ook geen warmteoverdracht van de hete rook. Dus dit is eigenlijk een demonstratie. Ik heb een tweede filmpje met dezelfde persoon die een binnenaanval doet. Dus wat we nu gaan hebben is warmtebeelden, want in een echte brand is de zichtbaarheid zeer beperkt. We zien hier een warmtebeeldcamera die uitkijkt op een kamer. Ja, we gaan even van camerastandpunt switchen. Dit was de kamer hier en daar komen ze binnen. Aan de deur zie je ze binnenkomen met rookgaskoeling in de gang. En ze gaan vorderen en ze gaan rookgaskoelen en ze gaan oprukken naar die kamer. Je ziet dat het vrij snel gaat. Er wordt ook even de warmtebeeldcamera gekeken. Men blijft rookgassen koelen, want het risico dat we net besproken hebben is er nog steeds. Even kijken op de warmtebeeldcamera, waar zitten we net? En we gaan vorderen. We gaan terug switchen van camerastandpunt. Je ziet hier komen voor de deur van de brandende kamer. En opnieuw een indirecte aanval, er wordt een O gedraaid. Ja, even kijken, nog eentje, nog eens een O, om alles goed neer te slaan. Vizier afkuisen, camera afkuisen en kijken op de camera waar zijn de hotspots. En dan ga je zien dat hij terugdraait naar een volle straal en dat hij met een volle straal alle hete delen afkoelt om ervoor te zorgen dat de brand niet terug heropstart. Dus wat dit filmpje toont, is dat je in een minuut en een half, dat je in die periode er kan slagen van een vordering te doen van 4-5 meter doorheen een deur, doorheen een gang, draaien, indirecte aanval en dan overgaan op een volle straal om de brand compleet af te blussen. Het hoeft helemaal niet lang te duren. En net daarom is het belangrijk om in een brandweerschool voldoende aandacht te besteden aan koude en warme praktijk. Ja, dit kun je niet leren door naar een video te kijken. Dit is zoals voetbal, zoals volleybal. Dit is dat je moet oefenen, oefenen, oefenen. En na voldoende oefening ga je dat vrij snel kunnen. En als je dan een brand hebt met een kamer die volontwikkeld is, maar die je toch met een binnenaanval moet aanpakken, dan gaat dat even glad gaan als in dit filmpje. Een andere manier die de afgelopen jaren ingang gevonden heeft, is de transition attack. De Amerikaanse collega's hebben ontdekt dat bij een volontwikkelde brand, dat je die kunt neerslaan van buitenaf met een volle straal. Vervolgens je binnenaanval doen om de brand helemaal af te werken. Heel belangrijk daarbij is, het is bij een volontwikkelde brand, hij slaat uit en je kan die opening bereiken met je waterstraal. En dan ga je water inzetten, 15 seconden, hoeveel water, zoveel als nodig. Volle straal tegen het plafond om de brand neer te slaan. Let wel, ik ben bezig over een brand op de eerste, tweede, derde verdieping, boven het gelijkvloed. Dus op het gelijkvloed gaan we terug naar het eerste filmpje, gaan we een indirecte aanval doen. Waarom zouden we niet direct starten met de blussing? Transition attack is buitenaanval gevolgd door binnenaanval. Transition, ja, overgang. We starten van buiten en we gaan naar binnen achteraf. Dit dient om het veiliger te maken. Dus we zijn nog steeds bezig met een offensieve strategie, maar de tactiek is een combinatie van eerst buiten en dan binnen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat je moet stoppen met water geven op het moment dat de vlammen neergeslagen zijn. Ja, er zijn heel wat vragen over de zij-effecten, de neveneffecten, de zaken die misschien negatief zijn bij de buitenaanval. Wel, die zijn er voornamelijk als je te veel water naar binnen gooit. En wanneer gooi je te veel water naar binnen? Als je nog aan het water geven bent op het moment dat de vlammen weg zijn. Volle straal tegen het plafond, totdat de vlammen stoppen. Als de vlammen stoppen, dan stopt ook de waterstroom. We kunnen dit voorstellen op het schema. Dus het schema van het brandverloop, de rode lijn, dat ken je. Wat is de bedoeling van de transition attack, van de buitenaanval, is de blauwe lijn realiseren.
dat brandvermogen de temperatuur naar beneden krijgen, waardoor de brandweer hier gaat optreden. In de zone waar er weinig temperatuur is, waar de kans op een branduitbreiding zeer klein is. Natuurlijk, als dat lang duurt, dan gaat die brand na verloop van tijd een tweede flash overkennen. Als het water van de buitenafval verdampt is en de stoom weg is, dan zal die brand opnieuw hernemen, net zoals in de indirecte aanval. Als je daar niet afwerkt met een directe aanval, water op de brandstof, dan zal dat terug hernemen. Dus, transitional attack is geen eindoplossing, het is een tactiek die toelaat om meer veiligheid te creëren, om het risico op problemen te verkleinen. Nu, het gaat niet enkel over onze eigen veiligheid, het gaat ook over de veiligheid van de mensen die we proberen te beschermen. Stel je voor dat je een uitstaande brand hebt in een woning op de eerste verdieping en er is een tweede verdieping. Als je die brand neerslaat en er zitten mensen op de tweede verdieping, dan zullen die mensen daar veel veiliger zitten. Ja, ze zullen meer tijd hebben, want de brand zal plotseling veel moeilijker kunnen uitbreiden naar hun verdieping. Eventjes een filmpje die dat wat illustreert. Dit is een brand in, ik denk, Londen. Een vrij grote brand in een commercieel pad. Dit is uitplaand en die brand gaat uitbreiden in deze richting, aan de rechterkant toe. Dat is een vrij grote ruimte en die brand gaat steeds groter worden. Ja, voor de liefhebbers van de hoge druk, dat zal niet zo evident zijn voor die brand. Kijk naar de rookgassen. Deze worden steeds groter, steeds meer volume, steeds meer snelheid, steeds meer turbulentie. En die brand breidt uit. De brandweer is ondertussen ter plaatse en legt af. En die gaan een buitenaanval doen. Stel jezelf de vraag, stel dat we dat niet zouden doen, zou de brand nog verder uitbreiden naar de rechterkant? Ja, ik denk het wel. De pomp moet even op toeren komen. We hebben hier toch drie ramen die compleet openstaan. Een vrij grote brand en we krijgen nu een volle straal erin. Even kijken hoe dat loopt. Hoeveel seconden het duurt om die brand onder controle te brengen. Hier is nog een beetje vlam. Eigenlijk mag hij nu al stoppen. Alle water die hij er nu nog ingooit is eigenlijk te veel. Dat gaat binnen stoom creëren. Je ziet ook dat er nu veel stoom optreedt. En die stoom gaat zowel naar buiten als naar binnen. En die kan binnen wel problemen veroorzaken. Het is essentieel om te stoppen met blussen op het moment dat je geen vlammen meer ziet. Volle straal tegen het plafond, totdat de vlammen stoppen. Hier, dit is eigenlijk veel te veel water. Maar het begin van het filmpje geeft wel zeer mooi aan dat er niet zoveel water nodig is om die brand te onderdrukken. Vervolgens kan de ploeg naar binnen om de brand helemaal af te werken. Als een slotbemerking over transitional attack is er ook het volgende. Je kan eigenlijk ook een soort van transitional attack doen van binnen naar binnen. Stel je voor dat je een binnenaanval aan het doen bent en je loopt vast omdat het gewoon te warm is. Je bent vrij dicht bij de brandende ruimte, misschien 3 of 4 meter. Je kan op de warmtebeeldcamera de deuropening zien waar de hete gassen uitstromen, maar je raakt fysiek niet meer verder want het is te warm. Dan kan je daar ook je lamp op een volle straal zetten en proberen water naar binnen te gooien tegen het plafond van de brandende ruimte. In functie van de geometrie, de schikking van de brandstof en de ruimte en waar de deur zit van de ruimte, is het mogelijk dat je hetzelfde effect hebt als een transitional attack van buiten. En dat je die brand neerslaat. Dan zal kort daarna de temperatuur zakken en zal je toch jouw binnenaanval kunnen verder zetten. Dus hou dat ook in gedachten als mogelijkheid van iets dat je kan toepassen op een brand. Nu, dat was allemaal de eerste soort brand. De eerste soort brand was de volontwikkelde brand. En de brandontwikkelingsfase, dat is samen die eerste soort. Samen is dat de geventileerde brand, die curve, die je ziet omhoog gaan. Problemen in het begin, de ontwikkelingsfase. Problemen als je op vol vermogen zit, de volontwikkelde brand. Dat is samen allemaal de eerste soort brand, de geventileerde brand. Afhankelijk van wanneer dat je toekomt, ga je het een of het andere probleem tegenkomen. Nu, laten we eens kijken naar de tweede soort brand. Ja, en hoe die komt, hoe die er gekomen is. Vroeger was die er niet. Maar even terug naar de jaren 70, de jaren 60, 70 van de vorige eeuw.
Daar zijn wat problemen geweest in Israël en de buren ervan. Er zijn daar tamelijk wat oorlogen geweest, een tweetal oorlogen, die Israël uitgevochten heeft met zijn Arabische buurlanden. Een van de problemen die dat tot gevolg bracht, was een oliecrisis. Ja, de Arabische wereld voelde zich onvoldoende gesteund door de westerse wereld en die heeft de oliekraan dichtgedraaid. Ja. Ja, de gevolgen daarvan is prijs, als iets kaars is, dan gaat de prijs omhoog. En plotseling werd het veel duurder om brandstof te kopen. Brandstof voor auto's, maar ook brandstof om te verwarmen. Tot dan was er zeer veel enkel glas en vervolgens, we zijn overgeschakeld van enkel naar dubbel glas. Op sommige plaatsen zelfs driedubbel glas. Wat was nu het gevolg voor brand? Is dat er plotseling onvoldoende lucht is. In een woning met enkel glas is het zo dat de brand zelf ervoor zal zorgen dat het glas verwijderd wordt. Enkel glas bij brand zal vrij snel barsten en uit het raamkozijn vallen, waardoor de brand voor zichzelf een grote opening creëert om ventilatie te krijgen. De brand creëert zelf zijn eigen openingen. Met dubbel glas of driedubbel glas is dat niet zo. Ja, meestal blijft die opening dicht. Dikwijls is er één glasplaat gebarsten, maar die valt niet weg. Daardoor beschermt de tweede glasplaat tegen de warmte-effecten en meestal blijven die ramen dicht. Bij driedubbel glas, wat we ook meer en meer zien, is dat nog meer zo. Dus daar heeft de brand luchttekort om flashover te creëren. De brand wordt ventilatie gecontroleerd voor flashover. En dan krijg je dit soort grafieken. Ja, we hebben hier het FTVC point, de overgang van brandstof gecontroleerd naar ventilatie gecontroleerd. Dan ligt hier heel duidelijk voor flashover. En mijn brand doet dit. Hij wil graag naar flashover. Hij wil graag volontwikkeld worden. Maar door een gebrek aan lucht lukt dat niet. Een definitie die ik iedereen zou moeten kennen is, een brand die ventilatie gecontroleerd wordt voor flashover, noemen we een onderventileerde brand. Die brand was er vroeger niet, maar vroeger was er altijd lucht genoeg om naar flashover te gaan. Dit is een voorbeeld van een onderventileerde brand. Ja, er is waarschijnlijk brand in de zolderverdieping, dat is allemaal heel dicht. Die brand heeft luchttekort en daardoor wordt er zeer veel rook geproduceerd. Heel veel rook, temperaturen zullen niet zo super hoog zijn. Maar de moeilijkheid is, als je binnen gaat en je maakt een opening, gaat extra lucht naar binnen en zal dat brandvermogen stijgen. We hebben hier twee ventilatie gecontroleerde branden. De volontwikkelde brand uit het geventileerde brandstook en de onderventileerde brand. Die twee zijn alle twee ventilatie gecontroleerd. Ze hebben alle twee lucht tekort. Als je aan alle twee lucht zou toevoegen, zou het in beide gevallen harde branden. Maar hier zijn alle fysieke openingen gevuld met vlammen. De rest is een muur, terwijl hier de fysieke openingen, een raam bijvoorbeeld in de topkevel, is nog dicht. Ja, als je een raam opent of een deur opent, gaat dat vermogen de lucht in. Nu, we hebben twee soorten branden al, de geventileerde brand en de ondergeventileerde brand. We hebben ons voor de geventileerde brand de vraag gesteld, gedraagt die brand zich nu altijd identiek? Is dat altijd dezelfde? Krijgen we altijd deze evolutie of zit daar variatie op? Dat FTVC-punt is daar cruciaal in. Wanneer beseft die brand eigenlijk van, ik heb hier luchttekort? Dat is het FTVC-punt, dat is die brand die beseft van, ik wil aan, maar dat gaat niet. Ik wil vooruit, maar ik heb luchttekort. Ja. Waarom is dat nu zo belangrijk, dat plaat van de FTVC-punt? Ja, we gaan nog een filmpje kijken. We hebben hier een proef. Dit is een van die experimenten van Steve Kerber, Under Lighters Laboratories in de United States. We hebben een living aangestoken, we hebben daar een brand gecreëerd. En hier zie je een gesloten deur waar een beetje rook doorheen geduwd wordt. De brand is binnen aan het groeien, temperatuur stijgt, maar het zuurstofgehalte zakt, want alle openingen zijn dicht. En als je nu heel goed kijkt op dit filmpje, zie je dat er rook langs in de zijkanten van de deur geduwd wordt, maar ook aan de onderkant van de deur komt er rook uit. Dat wil zeggen dat de rooklaag beneden helemaal tot tegen de grond zit. Er is een continue stroom van rook uit de onderkant van de deur. Telkens komt er nieuwe rook uit die deur. En als je naar goed luistert, ga je binnen een knal horen. Dat is de
de televisie. Er staat een oude televisie met een beeldbuis die springt. En als je na de knal kijkt naar de deur, dan zie je, nu was de knal, dan zie je dat die stroom plot top de uitstroom van rookgassen doorheen de kieren langs de deur. Heel plots is dat gestopt. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is daar juist gebeurd? De brand is in FTVC-punt gepasseerd. Temperaturen zakken en dan krijg je dit. Nu, er zijn twee belangrijke momenten in een onderventileerde brand. Dat is enerzijds de tijdspunt, de plaats van het FC-WC-punt op de grafiek, maar waar doet dat zich voor in de tijd? En vervolgens de aankomst van de brandweer, het moment dat de brandweer actie onderneemt. En onder actie ondernemen versta ik openingen maken. En dat kan bijvoorbeeld zijn de deur open doen om dan binnen te gaan. Als we nu eens kijken naar onze grafiek, dan zien we hier, de rode lijn is de geventileerde brand. En dan zien we de groene, de roze en de gele zijn drie ondergeventileerde branden. Elk met een verschillend FC-WC-punt. Hoe later dat FC-WC-punt valt, hoe hoger de temperatuur binnen zal zijn op zijn piek. Dat is op zich belangrijk, omdat als je op dat moment de deur open doet, dan zit die brand heel dicht bij flashover. En dan ga je vrij snel een ventilatie-geïnduceerde flashover krijgen. Dat is op zich een groot risico voor de brandweer. Maar je krijgt dat enkel als je op dat moment de deur open doet. Een tweede belangrijk punt is, wanneer doen we de deur open? Als we kijken naar de grafiek, als je de deur hier aan de zijkant van de grafiek opendoet, lang na het FC-WC-punt, dan is de temperatuur al snel gezakt. In die zin is de roze curve, als je daar op de piek de deur open doet, is dat gevaarlijker dan dat je die hele curve op het einde de deur open doet. Want op het einde is de temperatuur veel meer gezakt bij de hele curve. Dus twee zaken zijn belangrijk. Wanneer wordt mijn brandventilatie gecontroleerd? Want dat gaat al meegeven hoe warm het al is, hoeveel energie er al geproduceerd is, hoeveel pyrolysegassen er zijn. Dat is één belangrijk punt. En het tweede belangrijk punt is, wanneer doen wij de deur open als brandweer? Er zijn verschillende soorten ondergeventileerde branden. Ja, we hebben nu heel de tijd over deze bezig geweest. Het is ook mogelijk dat de brand zo snel ventilatie gecontroleerd wordt, dat er amper temperatuur en amper pyrolysegassen geproduceerd worden. Dat is ook een mogelijkheid. En dan eentje die niet veel voorkomt, is de pulserende brand, is deze hier. Dat is als je ongeveer op halve hoogte een opening hebt die niet al te groot is, onvoldoende groot om lucht door te laten die voldoende is om flashover te genereren, maar voldoende om die brand te onderhouden. En dan ga je dit soort brandgedrag krijgen, waarbij de rooklaag continu op en neer gaat gaan, de temperatuur, het vermogen en de opening gaat afwisselend als een uitlaat- en een inlaatopening fungeren. Dus een beetje een speciale variant. De vraag is nu, hoe pakken we dit soort branden aan? We hebben een brand, alles is vrij dicht, er is zeer veel rook en we zijn bang dat als we de deur open doen, dat we een fenomeen krijgen zoals ventilatie-geïnduceerde flashover of in het zonderlijke geval een backdraft. We hebben daar een specifieke aanpak voor. We gaan nog steeds offensief iets doen. Het is niet dat we heel dat gebouw gaan laten uitbranden, maar we kunnen onze binnenaanval doen op een iets wat andere manier, in de zin van we gaan antiventilatie toepassen. Dat kan op verschillende manieren.
Enerzijds kan je iemand aan de deur zetten die de deur zoveel mogelijk dicht houdt. Hoe dichter de deur, hoe minder lucht er naar binnen gaat. Hoe minder lucht er naar binnen gaat, dat wil zeggen hoe minder grote brand gaat worden. Een moderne manier om dat te doen is de rookstopper. Ja, ik heb onlangs een binnenbrand gehad in mijn vrijwilligerspost in Oostkamp. En daar kwamen we toe en dat was een bijgebouw, maar met een heel groot schuifraam. Dus we konden mooi de brand zien. We konden zien waar hij zat. Het was een gebouw dat een 150 meter van de straat lag. Daardoor is de opbouw van de aanvalslijn, dat duurde even, de autopop moet verplaatst worden, we moeten afleggen. Maar we konden helemaal voor ons boekje doen. En intussen konden we aan het raam de rook lag mooi zien zakken en konden we zien dat die brand ondergeventileerd geworden was. Dat was een brand in de ontwikkelingsfase, alles was dicht, de brand was ondergeventileerd geworden. En alvorens dat we de deur tot de opening, de deur tot het volume geopend hebben, hebben we eerst een rookstopper geplaatst. Dat was in een halletje dat het bijgebouw scheidde van het hoofdgebouw. Rookstopper, enerzijds zorgt dat ervoor dat er geen rookschade is, of zeer weinig. Er kan niet veel rook van het brandend gedeelte naar de rest van het gebouw. Maar anderzijds beperkt dat de luchttoevoer zeer sterk. En zorgt dat de ventilatie geïnduceerde flashover eigenlijk geen kans krijgt als het de enige opening is. Dus dat is een mogelijkheid. We gaan onze klassieke binnenaanval doen, maar we gaan dat combineren met antiventilatie. Ja. Een tweede mogelijkheid is piercing nozzles of een systeem zoals de Cobra. We maken een opening, we steken de piercing nozzle erin of de Cobra doet zijn eigen opening en dan gaan we water naar binnen spuiten zonder dat er lucht naar binnen komt. En daarmee gaan we het volume inertiseren. Dat gevolgd door ventilatie en de binnenaanval. Dat is ook een mogelijkheid om daarmee om te gaan. Dat zijn twee fotootjes van een oefencontainer op een brandweerschool. We hebben een ruimte, dit is zo'n typische container die backdraft genereert. En op het moment dat die foto's genomen zijn, dan was er net nog een backdraft getoond. Dus het was daar zeer warm, 6, 7, 800 graden Celsius. En dan wordt een piercing nozzle geplaatst, die wordt opengedaan en dan vrij snel krijg je dit beeld. Heel veel stoom. De stoom mengt zich met pyrolysegassen, die worden naar buiten geduwd. Totdat het volume eigenlijk compleet gevuld is met stoom. En dan is het niet brandbaar meer. Dan kan je open doen, ventileren en de binnenafval doen om af te blussen. De brand zal ook compleet neergeslagen zijn door al die stoom. Ja. De door control en de rookstopper hebben we al besproken. Ook dat zijn twee mogelijkheden om toevoer van lucht naar een ondergeventileerde brand te beperken. Beide hebben ze als bijkomend voordeel dat de uitstroom van rook beperkt wordt. Dit was deel 2. We zien elkaar terug voor deel 3.